Bij een aanrijding tussen twee voertuigen na bij de Weidenbosbrug heeft een vrouw vanmiddag het leven gelaten. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de aanrijding precies is. Op het moment dat we ter plekke waren, werd het levenloze lichaam van de vrouw afgevoerd. Volgens omstanders veroorzaakte een auto die niet goed kon afremmen de botsing. De chauffeur van het voertuig waarin de vrouw zat, heeft de aanrijding overleefd. Als gevolg van het verkeersongeval ontstonden er verkeersopstoppingen aan de Calcuttastraat, de Willem-Campagnestraat en de Van het Hogeruisstraat. Het onderzoek is nog gaande.